Hey, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Jamie en vandaag zijn het de 5 handige, makkelijke redstone machines die je eigenlijk niet kunt missen in je eigen Minecraft wereld. Kijk hier, nummer 1, een automatische smeltoven. Het stelt helemaal niks voor, maar het is super makkelijk en super handig om te hebben. Nou, hoe werkt deze machine? In principe moet je gewoon dus je ores, wat je wilt smelten of je eten of net wat, maakt me allemaal niks uit. Moet je er bovenin doen, doe je daar erin. En hier, in deze kist, doe je de brandstof, kool, hout, lava, wat maakt mij het ook uit? Doe maar iets. Iets wat brandt. Moet je daarin doen. Die twee komen samen in de oven, het brandt lekker op. En dan komt het automatisch in de onderste kist terecht. Super handig. Dan hoef je niet heet ongemakkelijk een stekje hierin te doen. En dan wachten tot die klaar is en dan weer een stekje erin doen. Maar nee, je kunt letterlijk een hele kist vullen met al je dingen die je wilt. En mijn part zet je er nog meer kisten achter als je dat wil. Dit heb je hiervoor nodig. 3 kisten. 3 hoppers en een blast furnace, een normale furnace, maakt niet uit. Iets wat daarop lijkt, iets wat smelt, iets wat in de fik staat, iets wat brandt. En ja, de gold ore en de kool om dus daadwerkelijk te gaan smelten. Zet een kistje neer, je doet er achter een hopper in. Daar zet je de furnace op. En dan, in de zijkant, plaats je nog een hopper. En in de bovenkant plaats je nog een hopper. Op die hoppers zet je allebei een kistje. Een kistje. En dan zijn we in principe al klaar. Dit is hij. Ik heb hem letterlijk gebouwd in wat is het? Nog geen 10 seconden. En het is zo handig om te hebben. Ja, ik kan er wel vliegen natuurlijk. Dat kunnen jullie niet in de normale survival wereld. Nou ja, wat doe je? Bovenin doe je de gold. En hier in het midden doe je de kool. En onderin komt de gold uiteindelijk weer. En als je er meerdere wil maken, dan kan dat gewoon. Je kunt ze naast elkaar zetten. Maar wat je dan doet is, je plaatst de middelste hopper, plaats je daarachter. Dus dan kun je er nog een kistje neerzetten. Plaats je een hopper in. Blast furnace erop. Hopper erop. En een hopper erachter. En dan weer de kistjes erop. Kistjes erop. En dan werkt hij zo. Maar dan moet je alleen in deze kist de kool doen. Machine nummer 2. Dit is persoonlijk een van mijn favoriete machines wel voor te beginnen met Minecraft. Dit is dus de, ja, hoe moet ik het noemen? De dierenslayer. Dit kan je doen met koeien, kippen, schapen, piggies. Noem maar op. Net wat je wilt. Want er kunnen maar 24 entiteiten op één blok staan. En als er dus meer dan 24 op staan, dan gaat er eentje dood. Dus wat doe je? Je lokt de koetjes in. Je gaat ze laten breeden met weed. Je laat je allemaal weed eten. Die gaan baby's maken. En die baby's, die gaan dan uiteindelijk dood. Omdat er te veel entiteiten op één blokje staan. En wat krijg je dan in je kistje? Dan krijg je gewoon lekker. Oh, die waren we wacht. Ik heb hem verkeerd gebouwd. Ik bouw hem dadelijk goed. Maar je krijgt dus ladder en rauw beef in je kistje. Ik kon de kist niet openmaken, wacht. Nou, pak even slappy snel. Kijk, nou kan ik hem wel openmaken. Oeps. Nou, hoe maak je die machine? Ook heel makkelijk. 4 blok. Ja, 4 blocks of iron. Je hebt gewoon 4 bouwblokken nodig. Waterbucket, hopper, chest. Koud spanhek van nou dus. Een slab en ook fans. Die spanhek, ja. Dat is een creative dingetje. Ik ben nog wel lekker even. Jullie moeten gewoon weten hoe het allemaal in elkaar steekt. En in een survival moet je koetje lokken. Het is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon even daar in dat ene blokje duwen met water. En dan kan die echt geen kant meer op. Je plaatst 4 bouwblokken op deze manier. Je hakt een soort van trapje eronder uit, want hier moet een kistje onder komen te staan. Je plaatst hier een slab, want anders ja, stroomt het water dus weg, zoals je net hebt gezien. Je bouwt er 2 omlaag. Hieronder zet je dus een kistje. Wacht, hier komt een kistje en dan komt er een hopper hier die de kistje inwijst. Poemp. En daarbovenop die hopper plaats je een bucket met water en hier moeten dan alle koetjes in komen. Kijk, koetje. En eigenlijk moet je er 2 koetjes in hebben, want dan kun je breeden, minimaal. En dan kun je er fans op zetten en dan zit ze in principe vast. Je moet nou dus alleen maar ja, even tot de 24 komen. Doe ik nou even met de eitjes, maar normaal moet je dat met de Wii doen. Die moet je door blijven breeden. En zie je, er zijn er te veel op een blokje en nou gaan ze allemaal dood. En dan krijg je ladder en raw beef. En als je dat gewoon lekker elke keer als je inlogt op je Minecraft wereld even snel doet, dan heb je dus gewoon altijd vlees en altijd ladder. Met die ladder moet je aan het begin toch boekenkasten en alles gaan maken. Dus dat is super handig om te hebben. Oké, volgende up. Nou, we zijn aangekomen bij machine nummer 3 en dit is de bone meal machine. Eigenlijk ook super easy en super handig om te hebben aan het begin. Want aan het begin zit je eigenlijk maar continu je wheatvelden te reseeden en noem maar op. En dan alle andere groentes en alle zaadjes. Al die zaadjes. Je krijgt super veel zaadjes van die wheatfields. En ja, wat moet je er eigenlijk mee? Die kun je net zo goed gewoon bovenin deze kist gooien. En dan krijg je de bone meal uit. Je plaatst ze
sticky wheat seeds bovenin. Die gaat lekker door de composter heen. En dan zie je een paar groene deentjes. Dan is hij dus boommeal aan het maken. En dan komt het hier onder in de kist. Ja, kleine moeite toch voor een reward. Wat je later toch wel meer nodig hebt dan die paar wheat seeds. Die je waarschijnlijk al voor altijd in je kist weg aan het rotten zijn. Nou, hoe maak je deze unit? Ik heb hier een kistje met de dingen die je nodig hebt. Je hebt een composter, twee kistjes nodig en twee hoppers. En wat wheat seeds om het te testen, of course. Nou, wat doe je? Je plaatst een kistje. Daarbovenin zet je de hopper. En op de hopper zet je de composter. En dan komt er weer een hopper. En dan weer een kistje. Bovenin gaan de wheat seeds in en onderin komt de boom eruit. En bom, yes. Oké, heel easy. Super handig om te hebben aan het begin in je Minecraft serie. Machine nummer 4. Dit is ook wel een grappige. Jullie denken nou vast van, hé Jamie, wat is dit nou weer? Nou ja, het ziet er nog niet zo mooi uit. Je kunt hem altijd naar eigen smaak maken. Maar dit is een prullenbak. Hoe werkt het? Je pakt even wat rotzooi. Een stack crimson wood. Duur erin. Ding wordt knetterlijp. Hij schiet dingen tegen een cactus aan wat je niet meer nodig hebt. Dat verdwijnt gewoon. En als een kistje leeg is, dan stopt hij met het rare gewiebel. Zie? And it's done. Nou, hoe maak je die? Ik vind het wel een hele leuke eigenlijk. Super makkelijke redstone. Maar het is wel gewoon fun om te hebben natuurlijk. We hebben 2 observers. 3 glazen blokken of andere blokken. Ik gebruik nu even glas zodat je er doorheen kunt kijken. Een comparator heb je nodig, een sticky piston, een chest, een hopper, een dropper, cactus en sand. Je kunt ook eventueel lava gebruiken, maar het is niet aangeraden omdat dingen in de fik kunnen vliegen eromheen. Wat doe je? Je plaatst de dropper deze kant uit. Of de andere kant uit, maar in dit geval die kant uit. Want hier zie je dat gaatje zeg maar, dat mondje en daar komt al de troep uit. De hopper plaats je hierin, daarbovenop zet je dus een kistje. Zo. Naast de hopper zet je hier een stukje piston en 1 blok ertussen laten. En daar zet je een observer op die deze kant, die kant uitkijkt. En dan zet je hier even tijdelijk blok op. En dan moet je nog een observer plaatsen die kant uitkijkt. Dus die haal je weg. En in principe kijken ze nou naar elkaar toe. Dus elke keer als deze omhoog gaat, dan zien ze elkaar en dan schrikken ze weer. En dan gaat die weer omlaag. Snap je? En dan zet je hier een comparator die naar de observer toekijkt. Op deze manier, ja. In principe is het hele mechanisme nou al klaar. Het enige wat je nog nodig hebt is een blokje zand. Wat je 1 blokje daar vandaan zet. En dan zet je een cactus op. Die bouw je af met glas. En dan is heel je prullenbak al klaar. En dan kun je hem gewoon afbouwen. Hoe mooi je het zelf wil maken. Maak er wat blokjes omheen en doe het in je eigen stijl, zou ik zeggen. Nou ja, al deze dingen heb je niet meer nodig. Daar heb je prullenbak mee gebouwd. Laten we het maar gewoon even weggooien. Kijk eens. Easy. Easy, easy, easy. Dit is een hele leuke, simpele machine die je aan het begin van Minecraft toch wel misschien nodig te hebben. Want je hebt vaak veel trash waar je helemaal niks in hebt. Mezelf kennende trouwens. Ik dump alles in kisten. En die kisten staan er nou volgens mij nog steeds. Dus misschien moet ik ook maar gewoon in mijn eigen Minecraft wereld zo'n prullenbak bouwen. Zodat ik gewoon alles weg kan gooien wat ik niet meer nodig heb. Machine nummer 5. De bamboe machine. Of de sugarcane machine. Alleen met de sugarcane heb je nog een beetje water nodig. Machine. Helemaal niet moeilijk. Maar wel handig. En deze kun je zoveel naast elkaar zetten als dat je wilt. Al zou je er 64 naast elkaar zetten, dan heb je gewoon superveel automatische bamboe. Nou doe ik het even voor met eentje. En in principe werkt het zo. De bamboe groeit omhoog. En als hij de observer bereikt, ja, dan ziet de observer dus iets. Dan krijgt hij een signaaltje. En dan wordt deze piston geactiveerd. En die tikt dan de bamboe eraf. De bamboe komt via die hopper minecart in de hopper in de kist. En dan krijg je bamboe. En dat blijft lekker de hele dag doorgaan. Ook als er andere mensen online zijn op de server en jij niet. Dus dat is super handig om te hebben. Nou, hoe maak je deze unit? 13 glas, een observertje, piston, redstone, iron blocks, 9 of ja, 9 bouwblokken. Dirt, minecart met hopper, een rail en een hopper. Nou, wat doe je? Waar is mijn chest? Ik ben mijn chest vergeten. We hebben ook nog een chest nodig. Een chest. Nou, we zetten de chest neer. In de chest gaat een hopper. Bovenop de hopper komt een rail. En op de rail komt de minecart met de hopper. En daarbovenop moet je een deurblokje krijgen. Het is niet zo moeilijk. Het stelt niet zoveel voor. Maar dan moet je even ja, een beetje ongemakkelijk eromheen bouwen. En dan zet je die neer. En dan hak je de rest weer weg. Hier bovenin komt de bamboe. Nou, ik plaats hier al mijn blokjes. En dan zet ik nog een rijtje blokjes op. Ja, deze blokken hier zijn niet per se nodig, maar ik gebruik het dus ook als constructieblokken. Je kunt ze weghalen in principe, maakt mij niks uit. Dat kan allemaal, dan zet je dus een piston tegenaan. En hier komt een redstone
dust op en een observer die die kant uitkijkt. En dan is de machine klaar, dan moet je hem nog afbouwen met glas. En dan kan de bamboe geen kant meer op, als je hem dus daadwerkelijk gaat hakken dadelijk. You see, dat is hij, de machine. Nou, ik laat hem even sneller groeien voor jullie en dan kunnen jullie precies zien wat er gaande is. Nou, poek, poek. Zie je, hij wordt te groot en dan slaat hij kapot. Nou komt het in mijn inventory terecht, maar als het afgebouwd is, dan kan dat dus niet. Dan valt het gewoon in de kist en dat is een super handige machine om te hebben. En als je dit uit wil breien, dan doe je hier gewoon een hele rails onderleggen. Waar die minecart dus overheen blijft rijden. Power drill op de hoppers. En dan gaat hij gewoon op en neer, op en neer, op en neer. En je doet deze dirt, doe je gewoon helemaal verlengen naar achter. En deze verleng je ook helemaal naar achter die pistons. En die observers ook. En die redstone erachter ook. Het is gewoon precies hetzelfde, maar je blijft gewoon kopiëren, plakken aan elkaar. Behalve die minecart met hopper, daar kun je power drill onder leggen, dat die op en neer blijft bewegen. Mensen, dames en heren, dank voor het kijken. Er zijn 5 makkelijke Minecraft redstone machines. Die heel chill zijn om te hebben. Ik zou ze gewoon maken in je Minecraft wereld. Laat in de comments even weten of je dat hebt gedaan. Vergeet ook zeker niet te abonneren, te liken en check de beschrijving voor nog meer dingen. Hey, later.